Terwijl de eerste selectie van FC Groningen op woensdagochtend sprintjes trekt op het trainingsveld, staat even verderop Lorenzo Burnett bij fysiotherapeut Peter Eppinga. Een belangrijk moment voor Burnett, want het is voor het eerst in bijna 2 maanden dat hij weer op het trainingsveld staat. Ja, na een hele lange tijd. Dat is wel mooi. Ik ben wel blij. Burnett was er op 24 juli thuis tegen Aberdeen nog bij. Daarna bleef hij aan de kant met een heupblessure. Ik had een botje in mijn heup, een botverkalking, dat komt door een oude blessure. En op een gegeven moment, ik kon niks meer doen. Ik kon niet meer wennen, keren, niks. Dus moest ik alleen een operatie. Dat was de enige optie. Die operatie vond vorige maand plaats en verliep naar tevredenheid. Volgens de dokter en de artsen was het een geslaagde operatie. En hoe is de revalidatie toen verder gegaan? Goed. We liggen eigenlijk voor op schema, maar we houden het gewoon rustig aan. Ik moet niet onnodige grote stappen gaan maken. We kijken gewoon dag per dag. En het belangrijkste is hoe ik me voel. Of ik me fit genoeg voel om zo'n training of zo'n training te doen. Ja. En dan kijk ik het gewoon. Burnett miste de eerste 5 competitiewedstrijden, waaronder de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Cambuur, die met 3-0 werd verloren. Ja, voor mijzelf is het zwaar om voetbal te volgen met zo'n... omdat je langs de kant zit. Het is kloten omdat je ziet dat je maten... Ze verliezen de wedstrijd. Had het toch anders gehoopt. Dus ja, en dan wil je eigenlijk je steentje bijdragen, maar ja, het kan niet, het gaat niet. Moet je gewoon geduldig zijn. En hopen dat je weer zo snel aan kan sluiten om je steentje bij te kunnen dragen. Het doel is dus nu om weer helemaal fit te worden. Burnett wil daarbij geen enkel risico nemen. We moeten niet te hard van stapel lopen, vind ik ook. Dus we pakken het gewoon heel rustig aan en we kijken gewoon aan hoe het afloopt. Dus een datum waarvan je zegt van dan wil ik terug zijn, heb je al nog niet gesteld? Ook niet. En ik ga dat ook niet doen, want dan leg ik een bepaalde druk op mezelf en dat wil ik niet hebben. Nee. Dus we kijken... Ik hoop wel dat ik wel zo snel mogelijk op vast, maar we kijken het gewoon aan hoe het gaat.